dadelijk, als er een vaccin is, op dinsdagochtend in de file staat, dan moet je toch tegen jezelf zeggen, wat ben ik nou aan het doen? Vanaf nu, laten we dit afspreken, als je vanaf nu, tenzij je vrachtwagenchauffeur bent of taxichauffeur, als je vanaf nu ook nog maar één keer in de file staat, is dit jouw keuze geweest. Zo, vandaag spreken we met Kilian Wabu. Hi Kilian, goed dat je er bent. Je bent ook aan de Vrije Universiteit binnen het vak Human Resources. Je hebt meerdere boeken geschreven, bent ook inspirational speaker. Heel specifiek ook gespecialiseerd in beoordelen en belonen. En nou, hoe wij elkaar kennen is dat jij mij in de tijd ook hebt geïnspireerd toen ik zelf aan het studeren was en jou in de collegebanken heb mogen meemaken als docent. En wat jij doet is dat je continu ook onderzoek doet naar de toekomst van werk. En daar hebben wij een aantal interessante gesprekken over gehad, waarvan we ook zeiden, volgens mij is dat ook mooi om te gaan delen met andere mensen. En vandaar dat wij hier nu zitten. Want we zitten wel in een heel groot psychologisch experiment, kunnen we zeggen, op dit moment. En dat heeft natuurlijk heel veel impact op de toekomst van werk. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig om ook even in het algemeen aan jou te vragen, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar leiderschap in deze nieuwe tijd. Hoe zie jij dat? Wat je ziet is dat mensen en organisaties evolueren. Dat wil zeggen dat er veranderingen zijn die soms in de stroomversnelling komen, maar dat er vaak processen zijn die soms wat sneller en soms wat langzamer gaan. En dat corona ervoor gezorgd heeft dat een aantal dingen duidelijk worden die vaak daarvoor ook al duidelijk waren. Dus dat zie je op macroniveau, dus de landen waar het al niet goed mee ging, die zakken nu door het ijs. Je ziet dat op individueel niveau. Ik hoor van collega's van mij die onderzoek doen naar bijvoorbeeld stress of naar depressie. Mensen die het al moeilijk hadden, het moeilijker krijgen op het moment dat er dan zo'n grote gebeurtenis is. En een van de dingen die nu ook duidelijker wordt op het gebied van werk is, hoe kun je nou het beste als leider mensen motiveren om het werk te doen? En wat blijkt nou, er is net een proefschrift geschreven van een collega van mij op de VU, en die noemt dat inderdaad het Big Brother effect, is dat mensen het blijkbaar prettig vinden dat ze gezien worden. Ja. Nou, dat ga ik zo nog wel verder uitleggen, maar dat mensen gezien willen worden, dat weten we op zich al 50 jaar. Sinds er onderzoek wordt gedaan naar intrinsieke motivatie. Dus gezien worden is belangrijk, maar wat blijkt nou is dat als je op afstand werkt, dat nog steeds heel belangrijk is. Nou, en juist op afstand werken heeft als nadeel dat je het gevoel hebt niet meer gezien te worden. In principe is de wereld natuurlijk heel erg anders op dit moment. Iedereen ervaart een extreme verandering in hun manier van werken. Maar tegelijkertijd is het fundamenteel eigenlijk wat we doen elke dag en wat we willen bereiken elke dag en hoe we dat doen, is op een bepaalde manier ook helemaal niet heel erg veranderd. Het is alleen veel meer uitvergroot. Klopt dat? Ja, nee, dat klopt. En een theorie die iedereen krijgt op het moment dat je human resources gaat studeren of organisatiepsychologie is de zogenaamde zelfdeterminatietheorie. En die zegt eigenlijk dat er drie factoren zijn die bepalen wat mensen nou drijft op het werk. Eén daarvan is de behoefte om zelf richting te geven aan autonomie. Het tweede is om verbonden te zijn met anderen. En het derde is dat je steeds beter wil worden in iets. Dus de behoefte aan groei. Om even een zijstapje te maken, op het moment dat je bijvoorbeeld een gevangenis ingaat of in moet, dan zijn dat exact de drie dingen die van je worden afgenomen. Dus je hebt geen autonomie meer, je mag niet meer bepalen wanneer je wat doet. Je hebt geen verbondenheid meer met de mensen die je dierbaar zijn en je zit in een verarmde omgeving, dus je kunt je niet meer ontwikkelen. Ja. Dat is dus eigenlijk het ergste wat je mensen kan aandoen, is die drie dingen afpakken. Nou, we weten dus ook al jaren dat als je iemand op het werk wil motiveren, dat de drie knoppen zijn waar je aan kan draaien. Geef mensen meer ruimte, geef ze meer ontwikkeling en geef ze verbondenheid met anderen. Nou, dus die dingen die wisten we al. Alleen zitten we nu voor een heel groot deel thuis te werken, op afstand. En is de vraag, hoe moet je die drie dingen, moet je die inkleden? Maar dat moesten we altijd al. En dat moeten we nu nog steeds, alleen op een andere manier. Nou ja, en ik zou mijn tip ook aan leiders op dit moment is, als je jezelf afvraagt van hoe kan ik nou een goede leider zijn op afstand, dan zijn dit de drie
elementen waar je, of die drie knoppen waar je aan zou kunnen draaien? Allereerst hè, dat stuk verbondenheid, dan is dat natuurlijk een hele interessante. Want wat ik ook veel terugkrijg van de leiders die ik nu spreek, is dat, en ik herken dat zelf ook, is dat je er tegenaan loopt dat je eigenlijk niet al je zintuigen kan gebruiken. Dus op een bepaalde manier ben je een klein stukje gehandicapt geworden. Want je kan eigenlijk niet heel goed voelen op een digitaal, met een digitale afstand wat er echt speelt onder de oppervlakte. Ja, wat je nu ziet, als ik je maar even mag onderbreken, is, maar dit zijn nog observaties, ik ben nu wel wat vroeg, dus als wetenschapper voel ik me altijd ongemakkelijk om iets te zeggen over een onderzoek wat loopt, maar toch een aantal, laat ik zeggen, observaties, is dat als het zakelijk contact is, dus zakelijk met elkaar overleggen, eigenlijk via internet efficiënter gaat dan face-to-face. Dus op het moment dat het volstrekt helder is wat moet gebeuren, dan zien we elkaar in allemaal van die schermpjes, via Zoom, Teams of noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Wie doet wat? Even kort afstemmen en klaar. Dat werkt beter. Maar heel veel van ons werk is ook emotioneel. Dus brainstormen, bijpraten, alles wat met emotie te maken heeft, blijkt voor een groot deel dus gewoon niet te kunnen online. En dus lichaam... non-verbale communicatie bijvoorbeeld. Ja. En de derde observatie is omdat die twee dingen zo door elkaar lopen. Hè, vroeger had je dus een meeting van een bijeenkomst van een uur. En nu gaan we een uur zitten zoomen of teamen. Of geef het een mooie naam. En dat is super vermoeiend. Mm-hmm. Omdat je zintuig, wat je net zegt, je bent beperkt. En dus je hersenen veel meer capaciteit gebruiken om diezelfde bijeenkomst te kunnen doen. Dus we moeten niet... Het oude werk gaan plakken op het nieuwe werk. He, dus vroeger gingen we een uur lang met elkaar vergaderen. Dus gaan we dat nu een uur online doen. Want dat is gewoon niet vol te houden. En als je ook kijkt hè, naar dat stukje autonomie. En je verbindt dat weer aan dat Big Brother effect wat jij net benoemde. Gebeurt daar natuurlijk ook wel iets heel interessants. Hè? Want op het moment dat je autonomie hebt. Dan heb je eigenlijk de ruimte om zelf... Hè, in te vullen hoe je je werk doet. En ook wat je gaat doen. Maar tegelijkertijd wil je ook dat dat wel gezien wordt. Wat weer wat meer met de controle ook te maken heeft. Hoe staat dat met elkaar in verhouding? Ja. Menselijke relaties zijn gewoon heel complex. Dat geldt voor privérelaties, maar ook voor zakelijke relaties. En ik zeg privé, omdat mensen die voor kinderen moeten zorgen... of die een relatie hebben met iemand, waarschijnlijk herkennen dat... Dat je aan de ene kant heel graag ruimte wil hebben. Dus zelf je leven kunt inkleden. En tegelijkertijd verbonden bent met iemand die jou die ruimte weer afpakt. Ja. Dus mensen zeggen, ik wil ruimte in mijn relatie. Is natuurlijk een paradox. Of misschien zelfs een volledige tegenstelling. Want een relatie wil zeggen dat je een deel van je vrijheid juist opgeeft. En de kunst is om die balans te vinden. Nou, we komen van een situatie vroeger in performance management... dat je heel duidelijk moest sturen, van controle. En we moeten nu een nieuw systeem hebben... wat dus eigenlijk betekent, ik geef je ruimte... maar we blijven doorlopend met elkaar in gesprek... over wat jij met die ruimte doet. En dat betekent dus dat management... aan de ene kant dus iets paradoxaals heeft... want mensen vragen dus om, geef me ruimte... maar ik wil ook horen wat je vindt wat ik met die ruimte doe. En dat... kun je eigenlijk het beste in een metafoor of als voorbeeld, veel organisaties gebruiken ze debriefing. Dat is nou typisch zo'n voorbeeld van, doe jij nou wat je denkt dat goed is, maar daarna gaan we kijken wat je gedaan hebt en wat anderen gedaan zouden hebben en wat we daarvan kunnen leren. Ja. Nou, het leger werkt daarmee, piloten werken daarmee, duikers werken daarmee. Dus dat zijn eigenlijk topteams, dus waar prestaties op het allerhoogste niveau moeten plaatsvinden. Je krijgt de tijd om zelf te bepalen en daarna ga je verantwoording afleggen. Ja. En dat, nou, en dat is denk ik een managementmodel waar we steeds meer naartoe gaan. In plaats van het extreme laissez-faire. Oftewel wat ik altijd maar noem management by walking away. Ja. En je zegt tegen iemand van dit is je taak, heel veel succes ermee. Dat is hem dus niet. De hele tijd controle hebben ook niet, maar een balans vinden van ik geef je ruimte, maar ik blijf in gesprek met jou wat ik vind wat je aan het doen bent. Ja. En ik ben de eerste om toe te geven dat dat een hele delicate balans is. Wat ik zelf de laatste jaren heb gelezen,
Dan was dat het onderzoek van Teresa Amabile over het Progress Principle. Waarin ze eigenlijk zegt van die drie die ik net noemde, namelijk autonomie, verbondenheid met anderen en professioneel kunnen groeien. Dat die laatste ook empirisch is. Het onderzoek blijkt dat de meeste mensen het prettigste vinden op een werkdag, zijn de momenten dat ze het gevoel hebben dat ze groeien. Ja. En het meest frustrerende zijn de momenten dat je het gevoel hebt dat je werk er eigenlijk niet toe deed of dat je het niet aan het groeien was. En een fout die veel leiders maken is dat ze dus denken dat ze mensen complimenten moeten geven, terwijl dat heel wat anders is dan zorgen voor groei. Groei wil zeggen dat je ook tegen mij zegt, dat vind je er niet goed aan. Ja. Dus Aleid, eigenlijk als wij daar de camera's alle twee uitdoen, zou dus niet de vraag moeten zijn van mij, wat vond je ervan? Want dan vraag ik eigenlijk aan jou, wil je me alsjeblieft bekrachtigen in het feit dat ik gewoon een hele leuke docent ben? Ja. Eigenlijk moet ik aan jou vragen, wat had ik beter kunnen doen? Ja. Of wat vond je niet duidelijk? Of wat, eigenlijk moet je dat nu vooral doen, want dit is de kans. Maar daar heb ik wat aan. En het blijkt dat medewerkers, en dat is ook een tip die ik leidinggevende wil meegeven, ga niet op zoek naar het geven van complimenten, maar geef groei. Ja, ja. Sterker nog, als ik een HR-strategie mag schrijven voor de mensen die nu kijken naar dit gesprek, dan zou ik zeggen, één woord, groei. Zorg dat je mensen doorlopend kunnen groeien. Dat is een van je belangrijkste taken als leider. Leiderschap is natuurlijk nooit iets op zichzelf staand. Je bent niet in je eentje een leider. Je bent pas een leider, omdat je dat samen met de mensen om je heen doet. Ja. Dus daarin is ook veiligheid nodig. Er is een omgeving nodig waarin dat kan en waar je dat met elkaar ook moet creëren. Ja. Wat mij fascineert is dat ik aan heel veel organisaties gevraagd heb van hoe zit het nou met je beoordelingsproces en dan, heel veel mensen zijn er ontevreden over, dus ze klagen erover, het geeft geen energie. Het is een veroordelingsgesprek, de jaarlijkse wortelkanaalbehandeling heb ik het gehoord noemen. Ja. En dan vraag ik me altijd af, hoe komt het nou dat wij niet in staat zijn om elkaar gewoon te zeggen wat we denken? Ja. En het interessante is, dat heb ik niet 9 van de 10 keer gehoord, maar 10 van de 10 keer. Ja. Dat organisatie tegen me, precies wat jij zegt, met jullie klanten blijkbaar ook, wij hebben hier geen feedbackcultuur. We spreken elkaar hier niet aan. Ja. En dan vraag ik van, en hoe doe je dat thuis dan? Als je partner of je kinderen of wie dan ook iets doet, zeg, ga je dan ook tot het einde van het jaar wachten wat je nou eigenlijk vond van die vakantie in mei? Weet je, of hoe iemand zich gedragen heeft of van het eten. En dat doet natuurlijk niemand. En daar zit een cruciaal verschil, is de factor tijd. Is dat bij topteams en in gezinnen en in relaties, dus in persoonlijke relaties, is er heel veel tijd om elkaar feedback te geven. Of eigenlijk is dat een verkeerd woord, maar met elkaar te praten over wat zijn we nou eigenlijk aan het doen. Ja. Ik heb nog nooit gehoord van een piloot die zei, ja, we hebben hier geen tijd om te praten of we nou eigenlijk wel goed vliegen. Nee. We hebben geen tijd voor, want we moeten onze klanten bedienen. Ja. Het is, ja, je lacht, maar dit is natuurlijk, waarom niet bij, nou, laat ik mijn eigen organisatie nemen, waarom doen we dat bij de VU nou nooit? Ja. Kilian, waarom denk je dat niet gebeurt? Of te weinig? Dat is natuurlijk de million dollar question. Maar wat ik gedaan heb, is ik heb gekeken bij wat ik dan noem topteams. Dus teams waar prestatie van het allerhoogste belang is. Dus chirurgen, duikers, mensen uit het leger. Wat die gedaan hebben, die hebben in hun primair proces ingebakken dat er tijd moet zijn om na te denken wat je doet. Dus laat ik een voorbeeld geven. Een topsporter is 99% van zijn tijd of haar tijd aan het oefenen. 1% aan het presteren. Nou, hoeveel tijd reserveren we nou? E-mailen. We mailen ons 3 slagen in de ronde. Hoeveel procent van onze tijd mailen we? En hoeveel procent van de tijd denken we na over hoe we mailen? Ja. Nul. Nee. Nou, en hoe komt dat? Omdat we dan zeggen, ja, daar hebben we geen tijd voor. Maar moet je voorstellen dat we efficiënter zouden gaan mailen met elkaar. Ja. Wat dat betekent? Geloof ik persoonlijk heel sterk in het denken vanuit krachten en kwaliteiten. En van daaruit eigenlijk met elkaar heel duidelijk in beeld brengen. Waar zijn we nou goed in? Want jij geeft ook aan, hè, succesvolle teams. Denk bijvoorbeeld aan een succesvol sportteam.
een voetbalteam, hè, waar zijn ze continu mee bezig om heel duidelijk in kaart te brengen, waar is iedereen nou echt heel goed in? Waar blink je in uit? En om daar vol op in te zetten, vol op te oefenen en daarop elkaar aan te kunnen vullen. Dat gaat dus ook over, weet je, jij bent heel goed in die spits, maar in de verdediging bak je er eigenlijk niks van. Maar dat is helemaal niet erg, want daar zet je iemand anders neer. En dat is de kracht uiteindelijk om natuurlijk als een goed team te kunnen samenwerken. Ja, helemaal met je eens. En we hebben het vandaag over leiderschap. Waar begint dit? Het begint bij leiderschap. Dus het begint bij een leidinggevende die zegt, dit is ook wat ik wil. Dus ik wil ook feedback krijgen. Nou, heb ik nog nooit een leider horen zeggen, mijn deur is altijd dicht. Dus ze zeggen altijd, mijn deur is altijd open. En toch zie je uit onderzoek is dat leiders worden omgeven door leugenaars. En dat ook de mensen die wel de waarheid spreken, vaak veel minder gewaardeerd worden. Kortom, zit er in de top van de organisatie iemand die naar zijn team toe loopt en niet zegt, wat vond je ervan? Maar die zegt na een presentatie, zeg nou eens, dit doe ik altijd als oefeningetje bij leidinggevenden. Als je vanavond thuis komt, wat zeg je dan tegen je partner over wat je nu van mij vindt? En als daar een verschil tussen zit, hè, dus als zijn wij klaar en dan gaat zijn we klaar met dit gesprek. En jij zegt thuis dadelijk tegen je vriend of tegen een bekende, ik heb vandaag gesprek met Kira, maar het leek nergens op. Nee. Maar zolang jij dat doet, houden we dit dus in stand. En het begint met mensen die zeggen, ik wil echt weten, wat kan ik beter doen? En toch merk ik ook zelf, dat ik veel meer respect heb voor mensen die mij ooit feedback hebben gekregen, die soms ook hard binnenkwam. Ja. Wat mij ook wel opvalt is dat iedereen, want ik zeg het natuurlijk heel vaak ook bij lezingen, dat mensen dan naar me toe komen en ik krijg alles over me heen, over mijn schoenen en ik schijn mijn hoofd kaal te moeten scheren en zo. Ik wil alle onzekerheden die je als man van middelbare leeftijd kan krijgen, die krijg ik dan over me heen. Maar wat heel belangrijk is in het geven van feedback, is dat degene die het ontvangt, het gevoel moet hebben dat je dat doet gericht op groei. Ja. En niet om het plat te zeggen afzeiken. En ik heb ook wel leidinggevenden gehad die recht voor zijn raap waren, terwijl je gewoon dacht, je wil gewoon even je macht bestendigen. Yeah. En je denkt gewoon, je moet eens in de maand moet je medewerkers voor ons gelden. Dan zijn ze bang voor je. Ja. En dat werkt dus dan weer niet. Dus het moet echt gericht zijn op, van joh, Kian, je staat eigenlijk voor een groep en je schoenen zijn ingepoetst, let er even op. Yeah. En dan denk ik van, Aleid zegt dat omdat ze echt het allerbeste met me voor heeft. Yeah. Medewerkers willen de negatieve feedback die jij niet wil geven. Ja. En dat valt het eigenlijk perfect samen. Je moet er wel bij zeggen, het moet gericht zijn op groei. Het moet ook goed bedoeld zijn. Maar als de intenties goed zijn, willen de... Ik vraag me, het is wel leuk. Ik was laatst bij een groep leraren. En toen vroeg ik, wie van jullie, en dat is misschien wel leuk voor alle mensen die nu kijken, denk even terug aan je middelbare school. Kun je je nog een docent herinneren die niet lekker rook? Lees stonk. Heb jij er eentje, Aleid? Ik heb er eentje. Koffie. Scherp in beeld. Ja oké. Goed. De details zijn niet voor hier, maar iedereen kan zich nog nu waarschijnlijk iemand voor de geest halen, of een collega, maar middelbare school kun je dat waarschijnlijk nog goed herinneren. Wat zou je willen? Dat collega's en leerlingen over jou praten daarover, of met jou? Nou, ik heb die oefening gedaan bij leraren. Van, kun je nog die leraar herinneren? 100% kon zich iemand herinneren. Die stond naar weet ik veel wat. Wat zou je willen? Dat iemand dat tegen jou zegt of over jou zegt? En iedereen zegt, ja, ik wil liefst dat iemand dat dan tegen mij zegt. Oké, oefening 2. Of eigenlijk oefening 3. Op het moment dat jij dat weet van een collega, ga je dat zeggen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik zeg, waar gaat dit nou mis? Dus we weten het allemaal. We herkennen het allemaal en we doen het niet. Nou ja, blijkbaar is het dus dan niet jij noemde het eigenlijk al, de veiligheid om dat te zeggen. En we hebben het ook over de evolutie gehad eigenlijk, hoe jij ernaar kijkt, de kwestie van evolutie. Zou je daar iets meer over willen vertellen? Ja, dat evolutie wil zeggen dus dat er zijn gewoon ontwikkelingen al een tijd gaande en crisis zorgen er vaak voor dat ontwikkelingen versnellen, maar niet dat ze uit de lucht komen vallen. Ja. En online werken is natuurlijk iets wat al veel langer bezig was. Ja.
En wat we nu kunnen doen is, ik merk dat iedereen nu bezig is met elkaar te vragen, hoe gaat het nu met je? Ja. Maar deze situatie is hoe dan ook tijdelijk. Dus maar er komt een zoals het was, komt natuurlijk nooit meer terug. Er komt een nieuw normaal. En de vraag is, wat kunnen we, en ik denk dat iedereen die nu hier naar kijkt, zich moet afvragen van, wat kunnen we in positieve zin leren van deze situatie over het nieuwe normaal? Ja. En dat, daar zit best veel positiefs in. En critici zeggen altijd van, ja, maar we gaan toch niet alleen nog maar online met elkaar praten? Nee, dat gaan we niet. Maar dat nieuwe normaal zal iets het midden houden tussen wat we nu doen, is de hele tijd online. En wat we vroeger al deden was fysiek contact. En een van de vragen die waar ik iedereen zo toe zou willen uitnodigen is, als je dadelijk, als er een vaccin is, op dinsdagochtend in de file staat, dan moet je toch tegen jezelf zeggen, wat ben je nou aan het doen? Vanaf nu, laten we dit afspreken, als je vanaf nu, tenzij je vrachtwagenchauffeur bent of taxichauffeur, maar als je vanaf nu ook nog maar één keer in de file staat, is dat jouw keuze geweest. Ja. En als je om 9:00 's ochtends afspreekt in Rotterdam, terwijl je in Amsterdam woont, en je gaat in de file staan, dan moet je toch, waarom was dat tijdens corona niet nodig? Ik denk dat we daar eens over moeten gaan nadenken in positieve zin. Bijvoorbeeld, ik ben nu bij een organisatie onderzoek aan het doen. Ik heb ze geadviseerd, ik zou gewoon iedere dinsdagochtend, we staan jullie al in de file, ga gewoon tussen 8:30 en 11:00 alleen maar online. Dus alle Zoom-meetings en zo, die je dan, doe je dan. Ga helemaal naar kantoor en op dinsdagmiddag om 12:00 ga je gezellig lunchen. En dan ga je het hebben over wat je dit weekend gedaan hebt. Over sport, over wel alles wat je leuk vindt. Maar dan een echte ontmoeting. Ja. En al het zakelijke gedeelte, doe dat naar thuis. Ja. Kinderen ook weg graag. Dus op het moment dat je er echt de ruimte voor hebt, doe dat dan online. Als ik het op mezelf betrek, ik ga in september proberen om op 2 universiteiten tegelijkertijd les te geven. Ja. Dus ik geef les in Kiev, ik geef les in Nederland. Ik woon in Utrecht, ik ga filmpjes opnemen, ik ga een Zoom-meeting organiseren en die mogen beide groepen studenten aan deelnemen. Dus ik ga op 2 plekken tegelijkertijd lesgeven. En de kansen die dit biedt voor het onderwijs zijn natuurlijk gigantisch. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar mensen moeten elkaar toch ook ontmoeten? Ja, moeten ze ook. Maar laat het dan een echte ontmoeting zijn in plaats van een werkgroep waar een docent staat die er geen zin in heeft en een student die het niet geleerd heeft. Ja. En dus, maar laat dan studenten echt bij elkaar komen. Laten we dan, weet ik veel, op een boot gaan zitten en elkaar ontmoeten en discussiëren over de stof en zo. Maar uitleggen hoe statistiek werkt. Ja, kijk maar naar het filmpje als het je uitkomt. Ja. Ja. Kortom, ik denk dat deze tijd, voor wat je ook doet, biedt een gigantische mogelijkheid. Maar als je teruggaat naar het oude normaal, dan heb je denk ik iets gemist. Stel je nou eens voor dat jij ook in je eigen bedrijf en ik in mijn organisatie processen zou gaan inrichten naar wat is nou informatie uitwisselen. Wat we van dus nu hebben geleerd, dat kan prima via Zoom. Dat gaat heel efficiënt. Je hoeft niet van Utrecht naar Rotterdam te rijden om daar te horen wat het nieuwe kleurbehang wordt. Dat kan gewoon even snel aftikken. Wat zijn nou momenten dat we met elkaar moeten praten en wat zijn nou momenten van verbinding? En als je die processen nou, als je daar nou eens over nadenkt, en doe daar dan ook meteen bij, wanneer mailen we nou met elkaar? En WhatsApp-groepen, kunnen we het daar ook nog even over hebben? Dus bombardement. Ja, ik word soms helemaal gek van, ik zit in allemaal app-groepen. En dan zeggen ze, ja, waarom reageer je nou? Ik zeg, omdat ik anders de hele dag naar het scherm zit te kijken. Ja. Dus dat je met elkaar afspreekt, hoe mailen we met elkaar? Ja. Hoe appen we met elkaar? Hoe verbinden we met elkaar? En hoe dragen we informatie over? En mijn tip zou zijn aan alle leidinggevenden is, ga nu het ijzer heet is, of nu je in dit grootste experiment zit uit de geschiedenis van werk, hè, want het is nog nooit gebeurd, ga eens bij elkaar zitten en zeg van, hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om en wat zou het nieuwe normaal moeten zijn? Ja. En ik ben ervan overtuigd dat die uren die je daarin steekt, of dat geld, dat betaalt zich honderden malen terug. Als je niet in staat bent om aan te passen, dan lig je eruit. En misschien toch nog een leuke one-liner, maar Darwin die heeft ooit gezegd dat het niet de sterkste overleeft, maar degene die zich het beste kan aanpassen. Want degene die zich aanpast aan de nieuwe tijd, die zal winnen. En niet de sterkste.
Dat is een overschatte eigenschap. Kracht, je hebt niks aan kracht, je moet je kunnen aanpassen. Nee, en dat vraagt om kwetsbaarheid. En daar geloof ik heel erg in. Want in deze hele situatie, ook al sinds de start van corona, we hebben serieus, ik denk wel 10 nieuwe proposities neergezet. Ingericht op wat er gebeurde. En hoe wij daar ook vanuit onze kennis en expertise organisaties bij konden helpen. Ja. Natuurlijk werken niet al die proposities en zit daar wel tijd in. En natuurlijk ben je dingen met elkaar aan het neerzetten, wat gewoon niet succesvol is. En dat is denk ik ook de kracht van aanpassen, is uiteindelijk dat je durft een risico te nemen. En je durft weg te gaan. En dat is ook het hele principe van natuurlijk het agile werken, dingen met elkaar uitproberen. Dat is nu een hele belangrijke. Ja, en dan kun je ook met iets komen wat dan niet werkt, maar eigenlijk is niks doen geen optie. Dus nogmaals, het gaat niet om kracht, maar het gaat om aanpassingsvermogen. En dat betekent dus proberen. En dat is waar onze hele evolutie als soort ook uit bestaat. Hè. De evolutie probeert iets en het werkt en het gaat verder. Het werkt niet en het stopt. Maar wat jij zegt, als je het niet probeert, dan lig je eruit. Nou Kilian, ik zou graag wat meer naar de afronding willen gaan. Want ik denk dat wij nog uren kunnen doorpraten over deze verschillende topics. En dat zullen we ook ongetwijfeld gaan doen. En wat ik zelf heel erg ook eigenlijk zie, is dat, ik benoemde het net ook al aan de start. Hè, we zitten eigenlijk, en jij noemde het ook al een aantal keer, in een heel groot psychologisch experiment. Er gebeurt iets wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. En daardoor schieten we eigenlijk naar voren. Gaan we heel, heel erg in de versnelling op bijvoorbeeld digitalisering. Iets wat heel nodig ook is. Maar worden aan de andere kant bepaalde elementen ook heel erg uitvergroot. Hè? Dus ik merk het bij mezelf ook. Ik zie mijn eigen krachten, mijn kwaliteiten komen heel erg naar boven. Maar ook mijn valkuilen worden ineens heel veel meer zichtbaar in zo'n crisis. In zo'n tijden van crisis. Dus ik zie het zelf ook als een tijd van reflectie. Ik ben nieuwsgierig hoe jij daarnaar kijkt als laatste afronding. Ja, nou om te eindigen met iets waar ik ook al, wat ik aan het begin heb gezegd, is dat op het gebied van werk er eigenlijk heel weinig revoluties zijn. Dus het is niet zo dat er fundamenteel iets verandert, maar er zijn wel evoluties die sneller gaan of langzamer. En wat je nu ziet is een versnelling van iets wat we eigenlijk al jaren zagen gebeuren, maar wat nu in één keer, waar we nu niet meer omheen kunnen, is dat een deel van het werk gewoon niet meer face-to-face plaatsvindt, maar gewoon online. Omdat we op een andere manier gaan werken. Nou, ik denk dat de conclusie voor vandaag is dat die onderliggende psychologische mechanismes, die zijn echt niet veranderd. Mensen hebben behoefte aan aandacht, behoefte aan ruimte, hebben behoefte aan groei, dat zit heel diep in de mens, dat is niet veranderd. Maar hoe we dat gaan inkleden in het nieuwe werken, met een nieuwe vorm van werken en het nieuwe normaal, dat wordt de uitdaging waar we nu voor staan. Waarbij ik nog ook een keer wil zeggen, dit is ook de grootste kans voor eigenlijk iedereen die werkt. Want degene die dat proces goed doorloopt, is natuurlijk altijd, zal altijd voorop lopen. Want dit is je moment om te excelleren. En het maakt niet zo uit of je in een profitbedrijf werkt, of non-profit, of in een ziekenhuis, of je een winkel hebt. Dit is je moment om voorop te kunnen gaan lopen. Dus dit is de grootste kans uit de recente geschiedenis van werk. Nou, mooi. Ik heb daar eigenlijk niks aan toe te voegen. Nou, dankjewel. Voor het gesprek. En ik neem er zelf ook weer veel van mee. En dat vind ik leuk. En ik hoop dat we deze gesprekken nog veel met elkaar zullen blijven voeren, Kilian. Maar daar heb ik wel vertrouwen in. Maar de volgende keer met een kop koffie erbij op een terras. In het echt, zonder reservering. Zo is dat. Top. Oké. Dankjewel. Goed.